Uiteindelijk krijgen jullie onderkind tv. Oh, je ziet er lekker uit. Waar doe ik het dan voor? Hi. Hoi. 23 jaar. En ik kan niet eens het haar pakken. Ik zag een hele gekke schim op je camera. Ja. Nou, Merel en ik hebben zojuist 1,5 uur lang geskyped, zonder bijna te praten. We hebben elkaar eigenlijk alleen maar telkens uitgescholden, want we hebben sinds gisteravond hebben we Mario Kart ontdekt op de mobiel. Dus wij zitten nu telkens met z'n tweetjes de Mario Kart en ondertussen dan Skype aan. En ik moet je zeggen, het is echt geweldig. Het is echt een aanrader, vooral voor deze coronatijd. Want nee, je bent en dus gezellig met vrienden een spelletje aan het doen. En je hebt ook nog natuurlijk contact met elkaar. En op een gegeven moment Skype, het is heel leuk, maar je onderneemt niks met elkaar. Dus soms heb je elkaar ook niet echt wat te melden. En dan maakt zo'n spelletje het juist weer heel erg leuk. Vanavond waarschijnlijk nog een revanche, want ze wint echt continu van me. Echt vervelend. En nu ga ik de Q&A van mij en Jeremy verder monteren voor vandaag. Die zijn en blijven tot 1 juni verboden. Wat? We zullen een week voor 28 april een nieuw besluit nemen over het vervolg. Iedereen ziet in Nederland dat we ons heel goed aan de regels houden. Nou, dat is maar gelukkig. Het is vandaag woensdag. Ik ga nu met mijn stiefvader naar de bouwmarkt. Want wil ik mijn kamer gaan verbouwen. Dus daar gaan we vandaag even voor kijken. Voor behang en dat soort dingetjes. Ja, deze zag mama op internet. Ja. Maar inderdaad, hij is best wel. Voor mijn kleding is hij best wel. krap. Nee, dit is hem niet. Maar die ander daarentegen. Nee. Ja, ik vind deze dus wel. Wat hebben? Oeh, ruimte. Maar deze is wel eventjes een van mijn favorietjes. Mede door de spiegel. Want ik ben gewoon gewend om altijd een spiegel in mijn kast te hebben. Dus dat wil ik eigenlijk nu gewoon weer. Ik ben het wel gewend om mezelf, zeg maar, telkens te zien nu. Maar goed, we gingen kijken voor behang. Je ziet niks. Jeremy en ik hoorden een eng geluid. Je ziet ons echt niet. Dit is best wel creepy. Ik ben een beetje aan het drinken. Het erge is, nu hoor je het niet meer. Nee, dus er komt zo meteen in één keer een of andere spook of zo. Ja, dus dat klonk als een klein kind. Die aan het gillen was. Ja, een klein kind dat gilde. En ik vond het ook wel zo klinken. Maar nu horen we maar niks meer. Dit is meer. Een kerk, hè? Dat maakt dit niet, dus dat is de kerk. Ja, maar als het nou daar vandaan kwam. Wat is je een maakt me nou een beetje bang. Als het in een kerk spookt of zo. Dat vind ik echt horror ja, dingen. Ja, dat vind ik ook. Kun je anders het licht aanzetten? Nee, oh. Dit is spannender. Ah. Is niks? Oh, dat is de vaatwasser. Het kan ook zo'n dingetje dat dan in één keer in zo'n horrorfilm, zo uit zichzelf dan. Hou je kop hoor. Toch? Niet. Ik moet nu die wc in. Hè? Ik moet die wc nu in. Ja, dat ga je niet. Je gaat mee naar binnen. Nou, ga ik ook mee de wc in. Is goed. Ah! Fuck jou. Ja. Totdat er nu iets achter ons staat, en we kunnen nu niet achter ons kijken. Hey, godverdomme, ik ben echt bang. Hoe kan dat? Ja, maar dat komt door jou. Zo. Oké, ik ga even de wc in. Ja, dat hoeft anders niet. Ga jij eventjes je gang in je eentje. Oh, terwijl leuk. Ik ga plassen. Leuk weer. Nou. Ja, dit is leuk, want ik heb geen idee, zeg maar. Dit is dus hier, daar. Dus daarachter is dus de kerk. En ik heb niet iets tegen gelovige mensen of zo. Maar een kerk is toch altijd een beetje een duistere plek. Maar we kunnen daardoor die deur. En dan kunnen we kijken wat er in de kerk is. Ik ga het gewoon doen. Ik vind het wel weer een beetje de goden verzoeken zoals. Ik ga even wachten op Rome, dat vind ik dat toch wel weer leuk. Als het goed is. What the fuck? Oh, ik schrok hiervan.
Het is gewoon het is een brandslang, jongens. Het is een brandslang. Maar waarschijnlijk als Roland dit aan het editen is, dan denkt ze ook wat de fuck is dat. Ja. Pardon? Ja, het is iets heel geks. Ik zag een hele gekke schim op je camera ineens. En het was geen grapje. Nee. Ja, ik meen het. Oh, je kop. Je bent wel een beetje een sensatiezoeker, Jeremy. Maar ik wil toch... Ja, maar ik wil toch de kerk even in. Oh. Is dat niet strafbaar? Nee. Dat denk ik. Oh. Ja. Maar, dan weet ik. Ik weet. Deze deur. Wat Jeremy, take over. Als het goed is. Deze deur is wel open. Ja, deze deur is wel open. Boe. Ja, ja, hier, alsjeblieft. Moet ik hem weer overnemen? Ja, want nee, ik heb een beetje last van mijn arm. Ik vind het echt eng. Ik heb die deur ook open laten staan. Wie welke domme doos doet dat nou? Ja, maar het is toch juist... What the fuck? Wat is dat? Wat? Daar. Die deur. Ja, totdat daar dan gewoon een dood lijkt. Hou! Krap. Gotta go. Ja, moet ik voorop? Ja. Hallo. Dat is geen camera. Is dat geen camera daar? Nee. Wat is dat dan? Hallo, bij de radio dachten ze ook dat dat geen camera is. Oh, ik schrik met de tyfus. Wat is het? Ja, het is niks. In het donker ziet het echt uit als een eng gewaad. Dat ding, in het donker ziet het er echt uit als een gewaad. Oké, daar is een camera. Waar? Daar. Nou, maar dit is een beetje hetzelfde. Als bij RTV Zaanstreek nog op de Molenwerf. Daar dachten mensen ook dat er geen camera hing. Maar ondertussen... Op zich, die camera's waren best goed verstopt. Dat waren ze zeker. Nou, doe eens niet zo vervelend. Kuttekop ben jij. Het is maar een trap. Je moet plassen. Ja, nou, dan gaan we weer. Ja, nee, maar ik kan niet plassen als er iemand bij is. Kom nou maar. Ja, maar als kindje Jezus erbij is, dan kan ik niet plassen. Als een kinnikje, ja. Dat ik dan een beetje dan een keer naast het kinnikje Jezus. Nou, je hebt ook niet groot geschade. Ja, ik ga mijn buik pijn. Ik dacht dat je dat geplast hebt. Anders zat je nou weer een boek vol. Ik kan niet meer. Ja, toen moest ze lachen, toen zat ze drukken. Toen... Ja, maar ik durf. Ik ben geen Jamie. Wat zo. Nou, ik ga kijken of je vermoord wordt worden. Ja, ik heb al een harde schijf in mijn broek, zo. Dat klinkt ook een beetje gek. Ik heb het over dit ding. Een harde schijf. Een harde schijf in zijn broek. Ja, nee, die. Anders ga ik ook een scheetje laten. Ja, oh, maar daar staat mijn kiet. Ja. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ik heb net dus voor het eerst in 2 weken tijd Merel weer gezien. In het echt. Vet leuk. Ik woon tegenover een supermarkt. En Merel die had daar even boodschappen gedaan. Die stuurde me nog even een mooie foto van hoe lang de rij voor de deur was daar. Maar goed, die heeft de boodschappen gedaan. En die is dus met de auto even hier naar beneden gereden. En toen heeft ze eventjes, hadden we even zo'n soort van Romeo en Julia momentje... Zij Romeo, ik Julia. En stonden we even met elkaar te beppen. Je moet toch zoveel mogelijk afstand houden van mensen waar je niet per se mee af hoeft te spreken. Maar ik vond het echt wel even leuk om haar gewoon in het echt te zien en niet op Skype. Het is bijna alsof je een soort van je grote liefde voor het eerst in de tijd weer gezien hebt. Maar ja, ik merkte alweer die halve quarantaine, zeg maar. En dat doet mijn hoofd niet helemaal goed. Maar het was wel heel leuk om haar te zien. Ik dacht dus, aankomend weekend lekker weer... Dan zal het vandaag, vrijdag, ook een beetje goed weer zijn. Is er geen zon? Ik lieg, er is wel zon. Maar goed, het is nog best koud voor een weekend dat het meer dan 20 graden moet worden. Dit keer geen Jeremy naast me, maar een lege stoel. Met een tas. Superleuk. Ik hoef maar 5 minuten te rijden, want
Tegenwoordig ligt de studio iets dichter bij mijn huis. En ondanks dat het mooi weer is, geloof ik dat het vanavond ijskoud is. Aangezien ik ook mijn zomers jas aan heb. Dus ik ga maar weer gewoon met mijn toetoet. Niet mijn toetoet. Nog mijn moeders toetoet. Maar maybe wordt het mijn toetoet. Als ik doorga met sparen. Anyways, we gaan er vandoor. En ik heb mijn favoriete liedje weer opstaan. Want die vind ik bij dit weer nog toepasselijker dan die al is. Oh, huh? Die mensen in de auto hadden dus mondkapjes op. Ik toch altijd, ja. Ik vind het nog steeds een heel raar gezicht om mensen met een mondkapje op te zien. Het erge is eigenlijk nog wel, en dat vraag ik dus ook telkens op mijn werk, is van, is het raar of ben ik heel bevooroordeeld? Als, kijk, als ik een Nederlander, een Turk, een Marokkaan, een Surinamer of wat dan ook met een mondkapje zie, dan denk ik echt corona. Van mensen nemen maatregelen, mensen zijn bang om besmet te raken. Maar als ik een Aziatisch persoon zie met een mondkapje, dan vind ik dat heel normaal. Hebben jullie dat ook, vraag ik me eraf. Dus mocht je deze vlog zien en jij denkt, oh, ik heb dat idee dus ook. Van bij een Nederlander denk ik, huh? Of in ieder geval bij alle soorten personen, zeg maar. Behalve bij een Aziatisch persoon. Laat het dan even weten, want ik heb echt zoiets, ben ik nou een beetje een soort van slecht persoon dat ik dat denk? Zo. Bom. We zijn er. Toppie, superleuk. En ik heb me vandaag een beetje anders gekleed dan normaal. Tenminste, iets wat ik niet zo snel dagelijks leef. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd of daar weer reacties van gaan komen. Dus ik ga gewoon mijn mobiel aanzetten. Waarschijnlijk krijgen jullie onderkind tv. En dan ben ik heel benieuwd of mensen iets zeggen over wat ik aan heb. En als ze niks zeggen, dan zijn ze het gewoon gewend van me dat ik af en toe iets anders aan heb. Daar gaan we dan hoor. Jeremy, doe even die capuchon af. Waarom? Doei. Doe je capuchon eens af. Waarom? Omdat je haar zo goed zit vandaag. Oh. Doe eens even. Nou, je mag alleen mijn wenkbrauw zien. Nee, die zie ik al te veel. Nou, dan niet. Doe nou even af. Doe nou. Oké, nu. Kijk dan! Jeremy's haar zit zo schattig. Hoezo? Het is lief! Hallo. Hey, hallo, hoe gaat het? Ben jij een frikandel? Ik heb er wel een. Wat? Thuis in de vriezer liggen. Oh, oké. Ik dacht iets anders. Hoe noemde Giovanni me nou net? Ik schrok van zijn reactie namelijk. Toch fijn dat het me gelukt is om een foto met je te maken. Met je mooie koppie. Dat is echt wel kut. Die kunnen we mijn moeder toesturen. Nou, mag. En ik heb het nummer van je moeder niet. Hey. Ze heeft wel de vrijdagavondshow geliked op Facebook. Oh, ja. Wat zegt ze? Wat zeg je? Domino's pizza. Wat dan? Ha! Domino's is te ver weg natuurlijk. Hoezo, waar zitten hun dan? Ja, ze zitten in de stad. Nee, ik ben aan het vloggen. Ze was eigenlijk meegestopt, maar... Maar ik ga door, want ik weet niet wat ik moet doen in coronatijd. Nu heb ik wat te doen. We hebben hier gisteren een spook gezien. Ja, we... Tenminste, niet gezien, wel gehoord. Het was een soort klein meisje die aan het gillen was. Ja, in de kerk. Was best wel eng eigenlijk. Zit daar een meisje. Voor je op jou te wachten. Nou, dan ga ik nou even... Wat zei je nou over me? Je dacht hardop. Wat dacht je hardop? Zeg het, nee. Zeg het. We hebben gewoon bewijsmateriaal om een claim in te doen. Nou, weet je wat zo is? Ik dacht nog van tevoren wedden als ik... Ik heb even een hele belangrijke vraag voor je. Hoe noemde Giovanni Rohan net? Dat is je hadden vergeten. Nou! Het zie je er mooi uit. Ja, precies. Ja, maar dan de iets... Oh, ja, ik heb het wel gehoord. Zijn die niet iets van je ziet er lekker uit of zo? Nee, dat praat ik niet. Dat was een reflex. Ja, ik dacht... Ja, dat vond ik ook wel. Volgens mij, ja, volgens mij ook, Hans. Ja. Ja, dat volgens mij ook. Nou, oké, okay, nee, dan weet ik even voldoende. Je hebt 100.000 euro gewonnen! De claim is nog minder. Ja, dag! Maar wat was het antwoord nou?
Hij zei dat je er lekker uitzag. Dat heb ik trouwens wel gehoord, ja. Ik ontken alles. Vertel anders nog eens hoe de directie uitzending is gegaan. Slecht. Oh. Een hele goede morgen. Het is zaterdag. En vandaag ga ik proberen binnen te blijven. Tenminste, de poging ging goed. Tot nu, 2:00 PM. Want ik ga met de hond wandelen. En ik ga natuurlijk zo mijn sociale afstand houden tot 1,5 meter. Dat is met Coda ook niet zo lastig. Aangezien zij, ja, niet heel sociaal is naar andere mensen en honden. Dus iedereen houdt ze af tot wel als ze mij met haar zien lopen. Dat is een voordeel. Ik ben dus eigenlijk best wel verbaasd over het feit hoeveel mensen er op straat lopen. Oké, het is mooi weer. Ik snap dat iedereen er buiten wil. Maar het is gewoon druk. Wat is er? Wat is de koop? Hey. Nou ja, ik loop nu met mijn hond dan bij het water. Dus het is ook een soort van. Het is hier een soort van rustiger. Maar ja, ik snap het niet. Er wordt echt zo gewaarschuwd van ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Zoals met je hond wandelen of boodschappen doen. Maar mensen lopen gewoon een beetje te chillen. En dat vind ik wel raar, want ik ben al weken met vrienden aan het skypen. Weken niet met ze afspreken. Dat ik dus gisteren met Romeo en Julia een momentje had met Merel. En anderen, die doen gewoon leuke dingen met elkaar. Ik denk, ja, waar doe ik het dan voor als de rest het allemaal niet doet? Zodra dat klaar is, ga ik gewoon naar binnen. Dan kom ik woensdag pas weer naar buiten. Tenzij ik dus met de hond moet wandelen. Eigenlijk morgen weer naar buiten. Ik lul af en toe ook gewoon maar wat hoor. Codetje. Hey, hallo. Kom eens, Co. Hey. Ik ben trouwens best verbaasd hoeveel mensen mij, of de EO&E mij en Jeremy hebben gezien. Ja, die is in 3 dagen tijd is echt 150 keer bekeken, meer zelfs. En dat vind ik echt heel veel. Je merkt, volgens mij komt het ook puur door de coronacrisis. Mensen meer op YouTube zitten en maar gewoon net terwijl dingen gaan kijken, zoals dit. Ik hoor ook een paar koters achter me zeggen, zullen we als we eten hebben bij die bankjes gaan zitten? En dat bankje naast mij staat nog geen 1,5 meter van me vandaan. Dus ik ga maar heel snel hierin. Want afstand. Here we go. Bona, kom. Even maar eens kijken wat ik in de aanbieding heb voor vandaag. Ik moet eerst eens kijken wat ik eigenlijk heb. Want ik heb dus van alles in huis gehaald. Maar ik weet niet eens meer wat. Want wij hebben muffins. Monchoentaart. Kwarktaart. Aardbei. Zandkoekjes. Nu is de bedoeling dat ik een taart ga maken, dus deze valt al af. Dus ook denk ik leuk voor gewoon een simpele zondag. Dan kan je de hele dag cleanen, zeg maar. Ik word echt met een klein kind altijd als plak. Dat ja. Oké, ik ben er klaar voor. En ik heb gekozen voor de kwarktaart. Nou, even kijken. Wat hebben we nodig? Taartmix. Hoofdkoopte ding en bodemmix. Ik ga dus echt morgen of later deze week koekjes maken. Want ik vind dus ook vormpjes. Ik dacht dat je niet had. Maar jullie wel. Mie is happy. Ik vind het leuk. Maar goed, ik moet gewoon weer jong worden. Kind worden. Of ik moet een kind nemen. Nee, die moet ik niet nemen. We gaan door. Pak vorm. Kijk, dit is natuurlijk een reden. Ben ik nu. Kom ik nu al achter dat ik broodbakker heet van mijn achternaam. Want daar bakken gaat nu al niet goed. Deze. En deze horen volgens mij niet eens samen. Nee. Dus even. Ze horen wel samen. Klopt. Nee, het hoort niet zo, toch? Ben je nou gek? Kijk, die zijkanten. Ik ga wachten tot mijn moeder terug is. 23 jaar. En ik kan niet eens een taart bakken. Kan het denk ik wel, maar nee, klopt niet. Het werkt. Nu.
vraag. Heb ik nou op bellen gedrukt? Nee, ik zie jou nu. Zie je mij niet? Nee, en Marieke is er helemaal niet. Ik zie jou alleen. Maar Marieke is er niet ook. Marieke niet. Nou, Marieke. Marieke. Marieke? Maar ik zie jou ook niet, Fleur. Heb je wel je camera aanstaan? Ja. Wel? Ja. Huh? Oh, wacht. Hallo. Maar waar is Marieke dan? Ik wil even opnemen. Misschien dat ze de laptop uit heeft of zo. Ik ga even typen. Marie. Ja! Ja, daar is ze weer. En... Ja. Wat ik nu heb gedaan, ik deed eerst via internet en nu heb ik de Skype-app gewoon even geopend. Oh, en doet hij het beter? Ja, want nu zie ik jullie allebei gewoon. Yay! Hé, nu zijn jullie op de vlog, hè? Hoi. We zijn nog steeds, we zijn al 2:50 aan het skypen. We hebben jullie lang niet gezien. Nee. Jij bent nog nooit in mijn nieuwe vlogs geweest, Marieke. Dit is jouw debuut. Maar wel in je oude. Dat is waar, dat is zeker waar. Oh, toen met de winter. Oh ja, dat ik zo keihard op mijn bek ging. Ja. Oh, hebben we dat Marieke verteld? Dat hebben we jou volgens mij niet verteld, Marieke. Wat? Dat ik keihard op mijn bek ben gegaan. Ja. Oh wel dus. Dat was echt genieten. Doe het, doe een imitatie. Wat is dit nou weer? Wat moet je het voorstellen, Fleur? Dat moet mij voorstellen. Ik ben Roman. That's me. Daar ben ik weer. Met Overtijn. Joepie, yay. Het is de zondag, het is super lekker weer. En wat doe ik vandaag? Ik ruim mijn kamer op. Of tenminste, mijn kledingkast. En dat is wel nodig, want dit zou kleding kunnen zijn voor 3 mensen. Oeps, mijn kast is op dit moment leeg. Zonder te veel troep te tonen. Probeer ik een beetje door mijn kamer te walsen. Die is nu leeg. Oh, als je mijn bed ziet, is niet te doen. Allemaal kleding. Allemaal. En dat lag allemaal door elkaar. En het moet allemaal weer opgevouwen worden. Allemaal weer netjes uitgezocht worden. Kijken of ik het nog leuk vind. Kijken of ik het nog aan kan. Maar ik kom kleding tegen waarvan ik zeg, hey, ik wist niet meer dat ik dat had. Ik had trouwens verteld, ik zou mijn kamer gaan behangen. Ik heb dat idee laten varen. Omdat ik zoiets heb van, ik ga gewoon sparen. Dus dat hele idee van behang uitzoeken, wat dan ook, was leuk voor het vermaak. Gaan we toch niet doen. Nou, ik ben onderhand in de status dat ik mijn hele kamer om ga gooien. De kast die eerst hier in de muur stond. In de muur. Tegen de muur aan stond. Die is nu een meter verplaatst. De bedoeling is dat mijn bed nu daar in de hoek komt. Voordat we mijn bed kunnen verplaatsen, moeten we deze mooie kast weer inrichten. Nou ja, mooie kast. Het is de bedoeling dat die vervangen wordt, maar mijn kleding moet er wel in. Het is op dit moment 22:00 en mijn kamer is zo goed als klaar. Mijn kleding is uitgezocht, meer dan de helft is of in de was verdwenen of in de zak met wegdoen. En de andere helft zit in de kast. Ik vrees een beetje voor het feit als de rest wat gewas is er ook weer in komt. Want volgens mij knalt die kast dan alsnog uit elkaar. Er liggen nog best wel wat troepjes, maar die ruim ik morgen op. Dit was het einde van vlog 11. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat een leuke reactie achter. Volg me eventueel ook op Instagram. Dat heb ik nooit gevraagd, maar hieronder staat dan mijn Instagram. Super gezellig, mochten jullie ook willen weten wat ik buiten het vloggen om doe. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog weer.